Als we echt naar dat inclusief kwaliteitsvol onderwijs willen werken, wat volgens mij synoniemen zijn. Inclusief onderwijs wil zeggen iedereen kan leren, dus dan is dat per definitie kwaliteitsvol onderwijs. Ik ben Elke Emmers. Ik werk aan de U Hasselt in de educatieve master. En ik ben heel erg gepassioneerd door inclusief onderwijs. Wel, voor mij is kwaliteitsvol onderwijs onderwijs dat inclusief is. Dus dat herken je aan leeromgevingen waar iedere leerling kan leren en waar inclusief te werk gegaan wordt door de verschillende leerkrachten en waar er vooral ook heel erg samengewerkt wordt. En dan bedoel ik niet alleen leraren, maar ook bijvoorbeeld ondersteuners die samen krachtige leeromgevingen uitbouwen, zodat iedere leerling de kans krijgt om te leren. Ik herken ook wel kwaliteitsvol onderwijs aan leerkrachten die geloven dat elk kind recht heeft om te leren en die een bepaalde positieve mindset hebben. Die ademen dat eigenlijk uit, die inclusiviteit, zo het krijgen van onderwijs als grondrecht. Momenteel denk ik dat we heel veel stappen aan het zetten zijn richting inclusief onderwijs. Maar ik denk wel dat het vaak zo wat op een hoopje gegooid wordt. De term inclusie wordt heel vaak gebruikt in missieteksten, visieteksten. Maar als we dan in de praktijk gaan kijken, merken we toch dat niet alle neuzen in dezelfde richting staan. Of dat we niet over hetzelfde aan het praten zijn. Voor mij is inclusief onderwijs niet alleen onderwijs zoals we dat bedoelen in het leersteundecreet of in het M-decreet. Maar echt over elke leerling die in een kwetsbare situatie zich bevindt. Zowel kinderen die bijvoorbeeld een beperking hebben of kinderen die meertalig zijn. Of kinderen die een lagere sociaal-economische status hebben. Dus echt die hele brede definitie. Ik denk ook dat het niet meer te verdedigen valt dat we inclusie heel erg eng zien als kinderen met een beperking. Dat ligt nu wel vast in onze grondwet. Maar ik denk dat we dat veel breder zouden moeten zien als we echt willen werken naar dat kwaliteitsvol onderwijs. Als we echt naar dat inclusief kwaliteitsvol onderwijs willen werken, wat volgens mij synoniemen zijn. Inclusief onderwijs wil zeggen iedereen kan leren, dus dan is dat per definitie kwaliteitsvol onderwijs. Dan denk ik dat we daar twee heel belangrijke dingen te doen hebben. Het eerste is op beleidsniveau, waar we moeten afstappen van dat projectmatig werken. Er wordt wel eens een project gelanceerd rond inclusie en diversiteit. Dat wordt dan ook vaak onder één paraplu genoemd. Maar dat geeft eigenlijk de indruk dat inclusie en diversiteit iets tijdelijk is. Want als je er projectmatig aan kunt werken, dan lijkt dat alsof dat iets is wat we tijdelijk even gaan oplossen. En na dat project gaat dat voorbij zijn of opgelost zijn. En dat heeft ook het risico dat als er experten daarop meewerken, dat die na dat project weg zijn en dat die expertise wegvloeit. Terwijl ik er net heel erg in geloof dat de leerkrachten in de praktijk die experten zijn, die alle sleutels in handen hebben om inclusiever te gaan werken in hun leeromgeving. En we zien dat ook. Hè. Als ik het daar straks had over hoe inclusieve leeromgevingen eruit zien, dan zijn dat leeromgevingen die heel veel brede basiszorg hebben en waarbij men heel erg zuinig is met redelijke aanpassingen die vaak stigmatiserend en uitsluitend werken. Vaak zien we ook leeromgevingen gebaseerd op universal design, waar elke leerling ook de kans krijgt om te leren, waarbij die brede basiszorg heel erg breed is.